Hey vrienden, kijk hem zitten daar. Daar zit hij. Legende. Gerald Valenburg. Dag Gerald. Hallo. Dag jongen. Van training, dus nog mijn kleren aan. Ja, ik zie het ja. En wat heb je, wat een mooi plaatje achter je daar. Wat is dat? Een zebra, wat is dat? Ja, zebra. Zebra. Ja. Kijk van de zebra. Hij zit gewoon met een grote zebra achter zich. Ja. Zo. Kijk, en hij heeft een Ajax-embleem op, jongens. Ja, hij werkt tegenwoordig bij Ajax, hè? Ja, ik werk bij de onder 17 en de onder 18. Ja, maar hoe is het met die gasten? Ik bedoel, hebben die techniek? Hebben die net zoveel techniek als jij? Of is dat anders? Of hoe zit dat? Nou ja, die hebben een goede techniek. Alleen, ja, de tijden zijn wel veranderd natuurlijk. Ik bedoel, oh, het is al wel een heel stuk fysieker geworden. Fysieker? Leg maar uit. Wat is er anders dan vroeger? Nou, er wordt nou wat meer gelopen en er wordt wat meer toch in het lichamelijke gedeelte vooral ontwikkeld. En ja, wij voetballen gewoon veel meer. Hoe moet ik dat voor me zien? Dus zij zijn fysieker, dus er wordt veel meer aandacht aan conditie besteed nu dan? Of wat? Ja, er wordt wel veel meer aandacht aan besteed, ja, aan het fysieke gedeelte. Ja, maar dat vind jij natuurlijk niks, of wel? Vind je dat wat? Nou ja, ik ben wel iemand ik ben een voorstander van heel veel in de techniek en dus heel veel herhalingen. Ja. En de bal zijn. Ja, dus vind je dat eigenlijk, ben je het daar niet mee eens? Vind je dat niks? Daar kom ik op. Nee, het is een andere manier van denken. Hij praat er een beetje omheen, beste vrienden, je hoort het, hè. Hij is voorzichtig met de woordkeus, onze Gerald. Maar Gerald is het er dus in principe niet mee eens dat er te veel aandacht is voor het fysieke bij de jongeren nu in het voetbal. En hij wil meer techniek. Dat is wat jij wil. Ja, ik denk, ik kan een heel makkelijk voorbeeld geven, Harry. Als jij iedere training 40 keer op de goal af kan werken en dicht bij de goal kan komen. Ja, dan ga jij dat automatisch ook in de wedstrijden doen. En als je in die situatie maar een paar keer op de training komt, ja, dan wordt het gewoon moeilijker. Klaar. Ja. Dus je moet gewoon echt heel vaak in de situatie komen waar jij in principe speelt. Ja, maar goed, dat doe je met techniek, denk jij? Ja, dat doe je in ieder geval als de aanname onder je kin stuit, dan is het niet goed. Ja, het moet gewoon gelijk goed liggen en ja, dat is belangrijk. Ja, een ander ding is, we hebben van jou veel een filmpje laten zien van achter het standbeen langs. Daar zul jij wel veel reacties op gehad hebben, of niet? Ja, ik denk dat wij waren er samen bij, dus ja. Ja. Op dit moment. En ja, daar heb ik heel veel reacties altijd op. Ja, tuurlijk. Want het was, vrienden, ik leg het nog even uit. Er stond een kratje op een lat en Gerald zei, achter mijn standbeen langs schiet ik die krat er gewoon in één keer af. Wij geloofden het natuurlijk niet. En wat deed Gerald? Hij deed het gewoon. Poem, in één keer eraf. Ja, kijk nog maar even. Ja, het is lastig. Kratje van het latje. Het lijkt makkelijker, het kratje van het latje. Oh ja. Maar dan gaat hij overdrijven, hoor. Als jij achter je standbeen op de goede het gevoel hebt, hè, dat komen ze allemaal in de buurt. Echt waar, hè? Ja. Ik heb het al eerder gaat gedaan. Gaat hij weer een standbeen doen? Nee, is echt zo. Ja, maar je hoeft die camera niet erop. We zijn nou gewoon klaar. Nou gaan we gewoon... Ik ben fan van jou, dus alles wat je zegt geloof ik. Krijgen we nog eentje achter standbeen? Ja, laat eens zien. Ah, laat zien. Kom op. Kijk uit. Dan gaat schieten. Als je daar voor je. Allebei, jij ook wel. Nee, jongen, standbeen, ik heb geen kruisbal met mafketel. Eén achterstandbeentje nog. Gaat hij achterstandbeen? Oh! Hij staat er niet op! Hij stond er niet op, hè! Maar hij stond er niet op! Hij staat er niet op! Echt ongelooflijk moment. Kijk, weet je, het zeggen dat het kan en het gewoon ook dat het lukt. Ja, soms heb je gewoon dat je 10 keer moet schieten en dan gaat hij de 3 centimeter iedere keer langs. Maar ja, nou, echt precies op. En dat was de bedoeling, dus was heel fijn. Ze vragen ook heel vaak, hoe lang hebben jullie erop gezeten? Ja. Nou ja, echt in één keer. Juist, precies. Nou, dat is dus duidelijk dan. Voor eens en voor altijd. Wie is jouw favoriet bij Ajax eigenlijk? Welke speler? Ja, ik ben wel echt fan van Gravenberch. Ja, oh, kijk. Nou. Ja, ben ik wel echt een... Ja? Leeftijd echt een geweldige speler. Oké, dus dat is echt een speler naar jouw hart. Ja, absoluut. Ja, ik vind dat hij alles heeft. Een atleet, ja, hij is groot, hij is heel technisch, beweegt makkelijk, is snel. Hey, Ajax PSV komt eraan, Gerald. Jij hebt bij beide clubs gespeeld.
Wat gaan we ervan zeggen? Ja, zijn natuurlijk, ten eerste zijn er twee geweldige clubs die, denk ik, in Nederland gewoon de toon aangeven. Maar goed, hoe staan we ervoor, de beide clubs? Ik bedoel, had je bijvoorbeeld aan mij gevraagd 2 maanden geleden, wie gaat deze wedstrijd winnen? Nou, had ik zeker gezegd, dat wint Ajax. En nu heb ik zoiets van, ja. Nou ja, ik denk dat Ajax gaat altijd van de kracht uit zoals ze die altijd thuis willen hebben. Druk op de tegenstander, ver van de goal proberen te spelen. Ja. In principe is dat wel een beetje een spelletje wat PSV eigenlijk graag wil dat ze doen. Ja. Heel veel snelheid voorin. Ja. Maar ja, het is wel zo, als je de bal hebt, dan kan de tegenstander weinig. Dus ja, het gaat er vooral om wat jij met de bal doet. Ja. Ja, dat heb ik van jou wel geleerd. Ja. Als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Nee, en ik denk dat Ajax zeker... Ja, dat heb je mij geleerd, vrienden. Dat is een hele simpele voetbalwet. Ja. Die heb ik van Gerald geleerd. En ik weet niet of Gerald hem van zichzelf heeft of van iemand anders. Maar het was in ieder geval, als wij de bal hebben, hebben zij hem niet. Nee. En dan kan je in ieder geval creatief dingen gaan bedenken. Hoe zie je de einduitslag voor deze wedstrijd? Want iedereen leeft er een beetje naartoe. Ja, ik ga ervan uit dat PSV die wedstrijd niet wint in Amsterdam. Oh. Dus ik ga ervan uit dat Ajax de wedstrijd wint. Als Ajax de eerste 20 minuten scoort, wordt het denk ik een goede uitslag voor Ajax. En dan ga ik van 3-4-1 uit. Wauw. Daar ga ik helemaal niet van uit. Nee. Nee! Nee, nou, ik denk dat als Ajax in de eerste kwartier 20 minuten scoort, dan geef ik Ajax een hele goede kans om die wedstrijd gewoon te winnen. En dan dik te winnen. Die dat is gewoon een dikke overwinning voor Ajax, klaar. Dan winnen ze hem, ja. Nou, hey Gerald. Ik vind het super om je te zien. Vooral die zebra achter je, hou die erbij. Ja, daar komt hij, ja. En... heb je het nou eens in bij Ajax? Waarschijnlijk wel. Ja, Ajax is een geweldige club, joh. Ik bedoel, je praat over de absolute top. En dat is heel fijn om daar te werken. Ja, precies. Nou, ik wens jou heel veel succes daar bij Ajax. Dank je wel. En we gaan kijken of jouw voorspelling uitkomt. Okay. En heel snel gaan we elkaar weer zien. Tot ziens. Dat zou ik geweldig vinden. Ja. Oké, jongen. En tot gauw, hè. Dag. Hoi. Dag.